kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe het is om te leven in een oorlogsgebied. Om voortdurend bang te zijn voor je leven en dat van je geliefden. En om dagelijks geconfronteerd te worden met geweld en verwoesting. Wij doen dit jaarlijks en we hebben dat altijd in reizen gedaan. Alleen vonden wij, omdat het een Reizen Holten Veteranendag is, wel netjes om het ook eens in Holten te organiseren. En we hebben net de veteranen meegedeeld dat we dit om het jaar doen. De ene jaar in Holten, het andere jaar doen we het in reizen. Hoeveel hebben we er ongeveer hier in deze regio? Wat de regio betreft weet ik niet exact de aantallen. Dat heeft ook te maken met de AVG natuurlijk. Wij mogen niet veteranen zomaar benaderen als gemeente. Dan moeten ze aangegeven zijn op de site van de veteranenorganisatie die landelijk is. Oké, ja, want hoeveel uitnodigingen zijn er uiteindelijk gestuurd? Er zijn even uit mijn hoofd zo'n 160 uitnodigingen verstuurd. Oké. En veteranen zijn alle leeftijden natuurlijk. Ik denk dan een beetje aan een veteraan uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Maar deze veteranen zijn natuurlijk ook veel jongere veteranen. Dat zien we hier dus ook van alle leeftijden, of niet? Dat klopt. Dat zijn allemaal veteranen die op missies zijn geweest. Libanon, Congo of waar ook in de wereld oorlogen zijn. Daar worden ze ook op uitgezonden. En dat zijn dus veteranen die inderdaad op missie zijn geweest. En u heeft een beetje tijdnood, want u moet in de bus, hè? Want er is een heel programma voor ze opgezet, of niet? Dat klopt. We gaan met de bus nu richting de Canadese begraafplaats. En dan gaan we het informatiecentrum met elkaar bezoeken. Daar staan een aantal gidsen klaar. En die zullen ons vertellen wat de Canadese begraafplaats allemaal te bieden heeft. Nou ja, ik ben uitgenodigd door de gemeente, dus waarvoor dank. Ik bedoel, ik vind dit echt bijzonderder dan volgende week Nationale Veteranendag in Den Haag. Met de koning zelfs erbij. Dus dat is ook een grote eer hoor. Maar het is toch fijn om je eigen veteranen waar je zelf woont. Ik woon zelf in Reizen. En dan is het mooi. Ik ken ook een aantal gewoon vanuit privé ken ik een aantal mensen die veteraan zijn. Dus dat maakt het extra bijzonder om hier te zijn. Nou vieren wij hier 20 jaar Veteranendag. Maar ook 10 jaar Veteranenwet. En daar weet je wat meer van. Nee, klopt. Dit jaar bestaat het Veteranenwet 10 jaar. Gisteren was ik nog bij het Nationale Veteraneninstituut, waar de Nationale Ombudsman was. En ook de directeur van de Veteranen. Nou, dat was wel echt bijzonder. Het bestaat nu 10 jaar. Uiteindelijk het belangrijkste is dat we echt erkenning. Dat we erkennen voor al het werk wat die mannen en vrouwen hebben gedaan. Voor onze vrede en veiligheid. Dat is inderdaad soms in oorlogssituaties, maar ook vaak in vredemissies. En we zien ook de wereld verandert. We zien ook een oorlog op het Europees continent in de Oekraïne. De oorlog komt echt steeds dichterbij. En we moeten deze mannen en vrouwen erkennen. Uiteindelijk hebben ze echt ultieme offers. Waren ze bereid om een leven te geven voor onze vrede en veiligheid. En die erkenning verdienen ze en die moeten we ook geven als samenleving. En er zit ook een klein stukje nazorg bij, zit ook bij deze wet in, hè? Nee, klopt. Het bestaat eigenlijk uit meerdere componenten, zo'n veteranenwet. Dus één is erkenning, de ander is ook zorg. Dus deze mannen en vrouwen kunnen gewoon de rest van hun leven ook specifiek militaire zorg krijgen. Dus Defensie zorgt dat deze ook medisch, maar ook geestelijke verzorging krijgen. Uiteindelijk is het toch dus een speciale groep met speciale behoeften. En het is onze plicht om ze de rest van hun leven goed te verzorgen. Ik ben ook in Oekraïne geweest. Ik bedoel, 2 maanden geleden was ik in Oekraïne. We waren op uitnodiging van de Oekraïnse regering om echt als Kamerleden te komen kijken hoe het daar is. En dat was echt bijzonder om in een land te komen waar het oorlog is. We zijn naar Kiev geweest en ook nog wat verder naar het noordoosten. En dan komt de oorlog wel echt heel dichtbij. Het meest indrukwekkende is echt de gesprekken die ik heb gehad met de moeders waar hun kinderen naar het front zijn gestuurd. En ook helaas van sommige moeders die een kind hebben verloren. En dan komt de oorlog echt heel dichtbij. En dan zie je ook wel van wat de ultieme offer is van mensen die strijden voor vrede en veiligheid in de wereld. Ik denk dat we ze eeuwig dankbaar mogen zijn voor wat ze hebben gedaan. Ja, en ze doen het nog steeds, hè? Ja. Absoluut. Nee, we hebben nog steeds militairen die alles doen om vrede en veiligheid hier in Nederland te waarborgen, in Europa, maar ook in de rest van de wereld. Ik bedoel, we gaan ook op missies in Afrika en nog verder weg om te zorgen dat iedereen in de wereld die vrede en veiligheid mag beleven en mag behouden.